Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben een beetje aan het rommelen. Ik ben mijn koffertje ga ik straks inpakken. Ik ga vanmiddag eerst even naar mijn vriendin toe, Sherry. Waar ik morgen mee naar Alicante ga. We gaan even inchecken, laatste dingetjes bespreken. En dan gaan we morgen heerlijk, heel vroeg op vakantie. We gaan om 7 uur vliegen. Dus ik lig ook echt heel vroeg in bed vanavond. Maar ja, jullie gaan een zonnige vlog zien. Zo, ik zoek even mijn spullen bij elkaar, mijn fietsleutels, mijn paspoort en dan ga ik naar Cher, want we gaan eventjes online inchecken en even nog kletsen gezellig voordat we morgen 6 dagen weggaan. Ik heb er zoveel zin in. Het is alleen zo vroeg en ik ben niet goed in de ochtend, maar ja, je moet er wat voor over hebben, zeg maar. Dus, en nog een kaartje voor een hele lieverd die de hondje kwijt is geraakt. Dus het kaartje gaat naar de op de post, ik weet dat je kijkt. En dan ga ik op de fiets. Kijk hoe lief, via de post. Super leuk ingepakt. Ik ga hem eens even openmaken. Oh, hoe lief. Ja, mooi hè, Bob. Dankjewel, lieve Caro. Nou, we hebben ingecheckt. We hebben priority, dus we hoeven niet in de rij te staan. En de koffer gaat sowieso mee het vliegtuig in, de handbagage. Dus dat scheelt. We hoeven niet te wachten bij de balie, bij de bagageband als er te veel koffertjes staan. We kunnen alleen niet naast elkaar zitten, dus dan gaan we even kijken of we dat in het vliegtuig kunnen regelen. En het is nu 4:30, dus ik ga lekker mijn bedje in. Zo, koffertje gepakt. En ik ga naar bed. Wilco moet nog tot 2:30 werken, dus heel lief dat hij ons om 5:50 weer naar het vliegveld wil brengen. Ja. Ik ga naar bedje toe eigenlijk gewoon. Ik kan niet slapen. 10:50. Was het 10:10? Nee, dat was maar waar. 10:50. Dus ik dacht, ik ga nog maar eventjes mijn nagels doen. Ik had wel een lakje erop gedaan, maar ik denk dat het is zo gekrast en weg. Dat ik maar eventjes langdurig erop ga doen. Het is lila geworden. Gaan jullie vast nog wel zien op vakantie. Het is 11:30, dus ik ga naar bed. Ga je mee naar bed? Yeah, jij slaapt altijd op mijn benen. Ik ga jou bissen op mijn benen komende nachten. En er even van genieten. Goedemorgen, het is zondagochtend. Het is 5:10. En het koffertje is klaar. Ik ben nu mijn handbagage wat mee. Wat ik bij me hou, zeg maar. Nog even aan het klaarmaken. En dan is het tijd om te gaan. En ik heb hier zoveel zin in. We hebben een lekker rustig plekje gevonden waar we zitten. Koffertjes staan klaar. Op naar de zon. We zitten in de bus op het vliegveld en we gaan op naar Alicante. We zijn er, het is bewolkt, maar dat geeft niet. We gaan een terrasje opzoeken. Kijk even hoe fantastisch. En die mevrouw met de paraplu klopt niet, want het regent helemaal niet. Hoe mooi. We gaan eens even eroverheen. En we zijn op pad naar een eetentje. En we hebben een bakkertje gevonden in de wijk. En we gaan lekker empanadas eten. Het is, even kijken, 3:50. Vanmorgen ging om 4:45 de wekker. Dus we zijn allebei wel even helemaal gesloopt. Dus we zeggen, we gaan nu even 2 uurtjes liggen. En dan gaan we daarna even naar de supermarkt pizzaatje halen, want de gewone supermarkt is dus dicht vandaag, op zondag. Maar nu ga ik eerst even 2 uurtjes rusten. Want ook op vakantie, gewoon rusten. Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is nog bewolkt, maar we gaan naar de foodhall en naar het winkelgebied vandaag. Dus we gaan er weer een leuke dag van maken. En zonnebril open, want dan moet er wel zon komen. Kijk, gisteren was het heel stil. Nu is er van alles, maar we gaan naar die foodhall. Binnen heb ik niet gefilmd, want het is allemaal vlees, varkensporen, poten. Maar kijk, dit kunnen we natuurlijk wel filmen. Hier word ik heel blij van. Mooi. We zijn even gaan zitten om te kijken waar we naar het winkelcentrum komen. Winkelgebied. Maar we gaan straks die kant op. Oh. Oh, en ik zal even invoegen dat we net de brandweer hadden gezien. Zal ik even voor Wilco invoegen.
even een broek passen. Oh, wij gaan even lekker bij de bakker lunchen. En we rusten even uiteindelijk in het zonnetje. We gaan zo nog even boodschappen halen en dan gaan we lekker terug naar het appartement. Het is rond 2 uur. Wij zijn lekker thuis, we hebben wat gegeten, wat gedronken. We hebben heerlijk op het dakterras gelegen. En genoten van het zonnetje. En nu is het lekker tijd om even te rusten. We zitten zo ontzettend lekker en gezellig te eten. Dat ik dacht, die ga ik even filmen. We hebben net Patty hier de serie gekeken. En nu zitten we lekker binnen. Kijk eens hoe gezellig dit eruit ziet. En hoe smakelijk. Huh? Genieten, hè? Het is heerlijk. Dus, yeah. Goedemorgen, het is woensdag. Ik heb heerlijk gedoucht net. Haren gewassen en gefeund. Ik sta me op te maken. Ik ga me aankleden. En dan gaan we lekker ontbijten. Het is niet zo vroeg. Wij zijn lekker van hetzelfde level. Dus we zijn niet te vroeg op pad. Het is 10 uur. We gaan vandaag met het trammetje naar Benidorm. Daar heb ik echt heel veel zin in. Want ik vind dat zo schattig met van die treintjes of trammetjes. Dus daar ga ik heel erg van genieten vandaag. Ik neem jullie mee. Gisteren hebben we een rustig dagje gedaan. We hebben door het stadspark gewandeld. En verder gewoon lekker hier op het dakterras. En in het kamertje en in het huisje. En vandaag gaan we weer op stap. We hebben de metro gevonden, de tram. Dus we gaan naar beneden. We zijn uit de tram, daar zijn we heel blij om, want het was één groot kinderdagverblijf met muziekjes, kinderenherrie. En we zouden eigenlijk naar Benidorm doorgaan, dat was het idee, gaan we niet doen. We gaan hier naar Via Joyosa en daar gaan we ons lekker van maken. Wat een geweldig straatje. Kijk, bijna, oh, nog meer lekkere was. Nou, het chef vertelt het verhaal is dus, ze hebben verschillende kleurtjes, zodat als de vissers op zee zijn, ze hun huis kunnen zien. Heel leuk. Kijk eens, dit was het tramritje toch wel echt heel erg waard. We hebben heerlijk gezeten in het zonnetje, wat gedronken. En nu gaan we even langs het strand. Dan gaan we eens even kijken naar al die mooie huisjes. Kijk hoe gezellig. Wat een groot verschil met Alicante. We genieten van de rust. Kijk hoe leuk. Je te genieten van het prachtige uitzicht. En wij zitten heerlijk in het zonnetje tapas te eten. Bij het strand. En het gaat er goed in. Nou, na een heerlijke late lunch is het 3:30 en gaan wij weer richting het treinstation wandelen. Inmiddels is het 9:00 s'avonds. Lig ik lekker in bed. We hebben de afgelopen dagen de serie Patty gekeken. We hebben net afgekeken. Ik had vannacht plaknacht, dus ik heb heel weinig geslapen. En ik heb heel veel last van, weet ik, vorige week mijn uitstrijkje, dat het fout was. Dat ze gesneden en gebrand hebben. En ik heb nu heel erg veel last dat die korsten loslaten en gaan bloeden en zo. Dus even goed om lekker naar bed te gaan. Verder, waarom 6 uur thuis met de tram? Het was heel druk. En toen heb ik nog een uurtje op bed gelegen. En toen zijn we lekker serie gaan kijken. Nog wat gegeten. En eigenlijk kleine hapjes. Want we hebben natuurlijk heerlijk gegeten tussen de middag. En nu is het lekker bedtijd. Dus kruik gemaakt. En ik ga lekker mijn luisterboek aanzetten. En dan zie ik of ik in slaap val of niet. Maar dan kan ik in ieder geval mijn lijf even rust geven. Want ik zat er in de tram terug echt even helemaal doorheen. Maar het was weer een topdag. Goedemorgen, het is donderdag. Wij zijn aan de wandel in het oude stadje. Oude dorp. En het is allemaal trapjes op, trapjes af waar we naartoe gaan. Dus het wordt een intensieve wandeling. Maar het is zoals je ziet heerlijk weer. Dus komt goed. Hey Poes. En we zeiden netjes dat hier een omaatje zijn met al die trappetjes. Ja. Nou, na wat hoge trapjes hebben we een mooie overview. En de mooie zee. En we gaan zo nog even de kathedraal daar. Nou, het is compleet anders dan waar wij zitten.
We zijn bij de kathedraal. Je ziet er niet zoveel van nu, maar we gaan eventjes naar binnen. We gaan eens even wat drinken. Shay heeft hier al de hele vakantie over. De kroketjes, dus die gaan we heerlijk bij het strand opeten. De waterpaal. Ja. Oei. Hier begonnen we mee de vakantie. Net het zonnetje ziet het er toch anders uit. En morgen trekken we weer naar huis. Nou, hier hebben we de paddenstoelenstraat. Kijk, hier hebben we allemaal verschillende dieren op de paddenstoelen zitten. Het is 2:30 en we zijn weer lekker terug. We gaan kort de broek aan doen. Ik had hem nu opgestroopt, want ik vond het warm. En boekje mee en wat lekkers mee. En dan gaan we boven op het dakterras. Daar hebben we een paar keer gezeten, maar heb ik niet gevlogd. Dus ik ga jullie nu wel meenemen. Nou, en dit is dus ons fantastische dakterras. Waar we heerlijk in het zonnetje. De buren hebben de barbecue aan, het muziekje aan. Waar we helemaal rondkijken. Daar is weer dat kasteel. Oh nee, daar is dat kasteel. Nee, daar is het park waar we gelopen hebben. Oh, dat heb ik niet gevlogd toen die dag. En daar is het kasteel. En daarachter waren wij vandaag. Lekker hoor. Wij gaan hier heerlijk genieten tot het rusttijd is. Inmiddels is het 4:30. Hebben we heerlijk genoten op het dakterras. En is het nu tijd om lekker in mijn bedje te gaan rusten voordat we gaan eten. Laatste maaltijd lekker. En die ga ik heel erg missen. En die ook. Koffertje is 4:30. Ik ga mijn kruik maken en dan gaan we lekker naar bed. Tot morgen. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. We zitten in de bus naar het vliegveld. En we zijn er al bijna. Nou, koffie gehaald. Met een pastanata, net als in Portugal. En dan vliegen we weer naar huis. En we zitten bij de gate en we hebben priority, dus we kunnen lekker als eerste instappen. We zitten. Ik ben weer thuis. Ik mis Cher nu al, dat was zo gezellig. Maar ik ben wel weer lekker met mijn mannen. En ik ben blij, want ik kreeg door dat het met Max dus niet goed ging. En dat is niet leuk om te horen als je weg bent. Dus ik heb weer heerlijk met hem geknuffeld en met Boppie. Ze waren zo blij toen ik thuis kwam. Dus nu ga ik heerlijk de middag met ze knuffelen. Ja, mama thuis hè. Mama thuis. Ja. Ik had in het vliegtuig de vlog al gedaan. Zit hier iemand te piepen dat hij met me mee naar bed wil. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik heb echt een fantastische week gehad. En op naar het grijze weer hier. We gaan het zien wat de tijd gaat brengen. Kijk, ik krijg kusjes. Dus dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Doei!